Shalom aleichem, malachei ha-shoreis, malachei el-yoin. Mi yimelech, malachei ha-melochim, ha-kodoyim. Deze Shabbat, Parshat Bamidbar. En deze Shabbat wordt direct gevolgd door de twee dagen van Shavuot, het wekenfeest. En het is bijna altijd dat de parasha van Bamidbar gelezen wordt voor Shavuot. En wat is de betekenis ervan? Er zijn verschillende gedachten. Als het ware, het leven is als een woestijn. En een woestijn moet ontgonnen worden. Breng er water naartoe. Bij een Mahim en de Torah. Met water in overdrachtelijke zin wordt de Torah bedoeld. En probeer die woestijn tot bloei te brengen. Dat is één gedachte. Verder staat er dat we kwamen naar de woestijn. Waar Jigan Yisrael Neged Ha'ar. En het Joodse volk was daar gelegerd. Tegenover de berg. Maar terwijl er eigenlijk de hele tijd gesproken wordt in het meervoud, wordt daar gesproken over het enkelvoud, Wajigan. En dan wordt er ook gezegd, het was een werkelijke eenheid. Ki'ise gaat beleven gaat. Beleven gaat, ki'ise gaat. Helemaal één. Daar, ten opzichte van die berg Sinai. Daar waar die openbaring zou plaatsvinden, waren er geen verschillen meer. Stonden we helemaal open, waren we werkelijk helemaal één. Dat is natuurlijk een prachtige voorbereiding om het feest van Shavuot te vieren zoals het bedoeld is. En dan lezen we op de eerste dag Shavuot de geschiedenis van de Matan Torah, zoals dat dus 3330 jaar geleden, dit jaar, heeft plaatsgevonden. En God openbaart zich en hij zegt, Anochi Hashem Elokecha. Ik ben Hashem, God, Elokecha, jouw God. Wat is dat eigenlijk? Wat moeten we daaruit begrijpen? Wat komt God ons hier vertellen? We hebben wel meer over gesproken, maar omdat het nu juist een Shavuot gaat worden, wil ik er toch weer opnieuw bij stilstaan. Van bovenaf zegt God, Anochi Hashem Elokecha. Voor ons is het misschien de benadering om even van beneden af te begrijpen. Wat betekent Elokecha? Wat betekent Hashem? En wat betekent Anochi? Ik. Elokecha. Elokim. Bereshit bara Elokim. In het begin schiep God. Het is de eerste keer dat de naam van God in de hele Bijbel ten acht voorkomt. De naam Elohim. Elohim, dat is God zoals hij de wereld heeft geschapen. Met wetmatigheid. Met natuurwetten. En als we rond ons kijken. En we bestuderen de natuur. En we kijken naar al die godswonderen waar we zo vaak over gesproken hebben. En over zullen blijven spreken. Dan zie je, er is een totstandbrenger. Dit is niet vanzelf ontstaan, het kan gewoon niet. Zoals de geleerden ook zeggen, het leven kan niet vanzelf zijn ontstaan. Maar het is er wel. Dus we moeten ons totstandbrenger zijn. Dat is de naam Elohim. Maar God zegt niet, Anochi Hashem Elohim. Maar hij zegt, Anochi Hashem Elokecha, jouw God. Dat wil zeggen, deze godsvoorstelling, dit aanvoelen dat God bestaat, dat kan je jezelf eigen maken. Dat kan je voelen, dat is bereikbaar. En dat kan best zijn dat de een dat wat anders aanvoelt dan de andere. Maar daarom staat er ook Elokecha, jouw God. Überhaupt de naam Elohim, die naam van God, is de enige naam die vervoegbaar is. In het Hebreeuws, in het Hebreeuws, is een woord vervoegbaar wat betreft het bezittelijk, maar het is geen bezittelijk voornaamwoord, het zit vast aan het woord.
Er zijn verschillende namen van God. Afhankelijk van hoe God zich manifesteert. Zoals God zich manifesteert als Elohim, als schepper van de wereld en in stand houden van de natuur. Die naam Elohim is vervoegbaar. Elokecha, jouw God. Elokenu, onze God. Elokai, mijn God. Elokehem, hun God. In alle persoonlijke vormen. Dat is die naam. Maar, zegt Hashem, ik ben niet alleen Elokecha, ik ben ook Hashem. En Hashem, Yud, Ke, Waf, Ke, met die vier letters geschreven, Hu Haya, Hu Hove, Hu Yiye. Hij was, hij is en zal zijn. Betif Hara, en dat allemaal tegelijkertijd. Dus niet alleen dat God eeuwig is. Eeuwig wil zeggen, er is een verleden, er is een heden en er is een toekomst. Maar dat bedoelen we niet met deze naam. Met deze naam bedoelen we dat God is, was, is en zal zijn, maar dan tegelijkertijd. Hoger dan het begrip tijd. Boven de begrenzingen van het begrip tijd en tegelijkertijd in tijd aanwezig. Ook schepper van de ruimte, van plaats. Dus boven de begrenzingen van ruimte en plaats verheven, maar tegelijkertijd in tijd, in ruimte en plaats aanwezig. Dat is die naam van Hashem, de naam. Maar zeg God, denk nou niet dat wanneer je mij hebt begrepen als tot stand brengen van de wereld, en dat je daarna ook begrijpt, laten we zo zeggen, zoals Einstein dat zegt, God is en plus één de dimensie, boven alles verheven en tegelijkertijd in alles, dan ben je er nog niet. Anochi, ik. Het wezen van God is voor ons niet te vatten. Maar het is belangrijk om te weten. Hij is onze God. Hij is een God dus in de natuur, in het leven. Hij is daarboven verheven. Maar er is nog een verhevenheid waar we helemaal niets over kunnen zeggen. Alles wat we kunnen zeggen is een stuk van de schepping. Maar bij de berg Sinai heeft God zich dus geopenbaard en ons duidelijk gemaakt dat het altijd hoger kan. Dan kan je vragen, en wat doen we daarmee? Wat doen we daarmee? En dan vinden we het antwoord in dat woord anochi. Anochi, twee verklaringen. Anochi, zo zegt de Talmud ons, dat zijn de beginletters van Anna, Nafshi, Ketavit, Yehavit. Ik, zeg God, heb mijn ziel, Ketavit, neergeschreven en gegeven. Dat is het, de Torah. God heeft zich als het ware in de Torah neergelegd. Zoals als iemand die een boek schrijft, als het ware zichzelf in dat boek plaatst. Ja. Zo, even verre vergelijking, maar toch, heeft God zich in die Torah gegeven. Nafshi, mijn ziel, mijn innerlijk. Anna, ik heb mijn ziel, Ketavit, geschreven. Dat is de Torah Shebichtav, de schriftelijke tekst. Yehavit, en ik heb gegeven, dat is de Torah Shebaalpeh, de mondelinge leer. Dus willen wij ons met God, Elohim en Hashem verbinden, dan kan dat via de regels van die Torah, van de mondelinge Torah en van de schriftelijke Torah. En kijken we dan verder bij de tekst van de Aseret HaDibrot, van die goddelijke openbaring, dan blijkt dat te bestaan uit 613 letters. 620 letters. 613 plus 7. Wat leert ons dat? God heeft aan het Joodse volk de opdracht gegeven zich te houden aan 613 geboden en verboden.
aan de niet-Joodse wereld heeft God een takenpakket gegeven, wat we noemen de Noachitische wetten. Die bestaan uit 60 à 70 voorschriften, maar zijn samen te vatten in zeven, zogenaamde zeven Noachitische wetten. Dat is de openbaring van God aan de mensheid. Takenpakket, takenpakket. En als je dan afvraagt, ja, maar ben ik daartoe in staat? Ben ik misschien wel zo afgedaald dat ik daar niet meer toe in staat zou zijn? Komt het volgende antwoord en de volgende gedachte antwoord anochie. Anochie betekent ik. Maar anochie is eigenlijk van oorsprong een Egyptisch woord. Ani, dat is ik in het gewone Hebreeuws. Anochie is een apart woord. En waarom kiest God voor het woord anochie om zich te openbaren? Waarom niet gewoon met het woord ani? Omdat anochie, wat ik net zei, een Egyptisch woord is. Zelfs iemand die tot dat laag moreel niveau van de Egyptenaren van toen is gekomen en zich afvraagt, is er voor mij nog hoop? Zegt God, anochie. Zelfs voor jou ben ik Hashem. En ben ik Elokecha, ben ik jouw God. Dat zijn gedachten die we met Shavuot tot ons nemen en als het ware in de praktijk brengen door extra Torah te leren of in ieder geval ons voor te nemen in de dagen die gaan komen, ons meer te wijden aan die teksten van de Torah, van Tenach, van de Bijbel en dat al datgene wat God ons via Moshe en via de profeten heeft gegeven. Ik heb nog even een vraag. Met Pesach hebben we speciaal matza en maror, bitterkruid en het gametsverbod. Met Rosh Hashanah hebben we de mitzwa van de shofar. Met Yom Kippur hebben we de mitzwa om te vasten. Met Sukkot, loofhuttenfeest, hebben we de mitzwa van de loofhut, van de sukka. En de mitzwa van de lulav, die vier soorten om daarmee te schudden. Met Simchat Torah hebben we de mitzwa om de Torah uit te lezen. En wat daar allemaal verder bij komt kijken. Maar wat heeft Shavuot eigenlijk? Shavuot heeft helemaal geen eigen mitzwa. Een beetje teleurstellend zou ik kunnen zeggen. Nee, Shavuot is een allesomvattend feest. Die andere feesten hebben een specifieke wet, een specifiek voorschrift. Shavuot is het feest dat alles omvat. En daarom heeft Shavuot, dat wekenfeest, geen eigen voorschrift. Als we dat op die manier accepteren en voelen en ervaren, dan wordt Shavuot een prachtig feest. Een feest om daarmee de zomer tegemoet te gaan. Met een, zoals gewenst wordt, een gezonde zomer. Maar voor het zover is, wens ik u eerst een Shabbat Shalom. En daarna een Chag Sameach, een hele fijne Yom Tov. Yi melech malechei amelochim hakadosh baruch hu ki malochav yitzavelach liyishmorcho bechol derachecha Adoy Shem Nishmor Tzeischa Ovoyecha Miyato Viyado Elo